Your 8 participants in the Heavyweight Grand Prix. Nabil Kagab, Cookie Ozaro, Levi Richters, Rico Verhoeven, Uku Juriendaal, Benjamin Arekboui, Bahram Rajabzadeh en Soufiane Laidouni. Alle 8 staan op scherp, dus het gaat nu echt, echt, echt gebeuren. Dus morgen Videoland. Tune in. Now the first of 4 quarterfinals. It is Uku Juriendaal en Levi Richters. Je ziet dat hij een sterke jongen is en dat is ook zijn stijl. Hij heeft power, maar ik geloof veel meer in mezelf en in mijn eigen stijl. En in de techniek en het feit dat ik slimmer ben. En ik denk dat dat de overhand gaat hebben. Quarterfinal number 2. Bahram Rajabzadeh taking on Tariq Ozaro. Ik merk dat hij goed gaat op het feit dat iedereen goed gaat op hoe gek hij doet. En ja, dat is goed toch? Dat is goed voor het gevecht. Het sloeg nergens op. Ja, ik snap dat je gek wil doen, maar doe maar relaxed. Het gevecht is morgen en laat daar je vuisten spreken. Op tafel slaan, omdat er jou gevraagd wordt hoe ver je ready bent. Het is een beetje gek, maar goed. Dat is wat ik zeg, zijn manier. Hij neemt graag aan dat mensen goed gaan op die hype, dat hij niet spoort. En dat is alleen maar leuk. Ik denk dat je twee uitersten morgen samenbrengt in de ring. En dat belooft alleen maar spektakel als je het mij vraagt. Komt hij te staan tegen misschien wel de grootste van de hele ploeg? Gaat dat zijn ondergang worden, dat gewichtsverschil? Het kan niet zo zijn dat er iemand van de andere divisie ons geld komt snoepen hier in de zwaargewichtdivisie. Dus hier stopt het ook. Benjamin Adekboy en Nabil Kagab. Hij weet dat ik er ben en dat is mijn belangrijkste. En dat gaan we morgen laten zien. Wat is belangrijker, de winst van het toernooi of de $500.000? Of winst van het toernooi. 100% de winst van het toernooi, voor mij is het allerbelangrijkste. Die 500.000 mooi meegenomen. Ja, zo simpel is het. Ik wil dat meenemen. Het loopt net langs, ik wil het gewoon meenemen. Dit is het. En daar gaan we voor. En ik wil gewoon iedereen verslaan wie op mij wegkomt. En dan de laatste van de 4 matchups van de quarterfinals. Soufiane Laidouni en Rico Verhoeven. Ik voelde wel wat spanning. Hard ademen, weet je wel. Toen zei ik gewoon tegen hem van hey, it's about to get real now. Dus toen moest hij lachen, yeah. Niets anders dan respect, maar morgen is het echt. Het wordt heel vaak gezien als een stukje show, en ik snap dat het ook zo overkomt, maar wij gaan echt een gevecht aan morgen met elkaar. En er staat heel veel op het spel. Levens, veranderend geld staat op het spel voor ons allemaal. Ik heb echt het gevoel dat het echt moet gaan gebeuren en dat het ook gaat gebeuren. En dat ik de afgelopen 10 jaar eigenlijk gewerkt heb aan een... Ja, zoals wij het dan noemen, een soort van taart, weet je. En alles zit er eigenlijk al op. Hij is al helemaal gedecoreerd en de slagroom zit erop. En morgen komt dan de Grand Prix als kerst op de taart, wordt hij daarmee afgemaakt. There are 2 title fights. The first one is in the lightweight division. And don't blink or you're going to miss this one. It is Enrico Kail taking on the champion Tejane Bestati. Het was wat ik altijd zeg, het is altijd fijn om je tegenstander gewoon diep in de ogen aan te kijken. Om te kijken waar zijn energy is, hoe die erin staat. En je weet altijd, je vraagt me altijd wat ik zie in mijn tegenstanders. En wat ik zie, kijk, de wedstrijd is al gewonnen bij de Stairdown. En daar zag ik inderdaad, hij toonde inderdaad heel veel respect ook. Hij toonde heel veel respect. En wellicht heb ik dat afgedwongen. Je zegt, die wedstrijd wordt al gewonnen bij de Stairdown. Heb jij hem nu al gewonnen? Ik heb hem zeker gewonnen. Ik moet hem morgen alleen ophalen. Dat is wat het is. Ja. But maybe one of the most anticipated title fights we've had in some time in the light heavyweight division is Tariq Kababes taking on Donaghy Abena. Ik vind wel dat wij de andere titelgevechten zeker meer aandacht verdienden. Maar ik heb juist heel erg op internet, op social media, comments, zie ik juist dat heel veel mensen uitkijken naar onze titelgevechten en minder naar het toernooi. Kom dichterbij, kom dichter. Niks aan de hand, ik heb niemand geduwd. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee, maar ik heb niemand geduwd toch? Maar, daarentegen is het wel, weet je toch, mooi om op zo'n podium te staan waar ook het toernooi is. En, de mensen gaan sowieso kijken naar ons. De mensen gaan sowieso kijken naar ons. Ze weten, de historie nu een beetje ervan, waar het allemaal gestart is. Bij mijn partij, bij Donaghy en Tariq, hun partij. Dus bij allebei de partijen is er een vuurtje. En is er een bom die morgen gaat exploderen. Dus dat is wat het is. Ja, Chico, veel vuurwerk. Heavyweight Grand Prix, 2 titelgevechten. Maar er was nog meer mooi nieuws. Yes, ik natuurlijk. Ik tegen Andy in Parijs.
27 april en ja man, ik ben er blij om. De weg omhoog gaat snel, want het is nu al een titelgevecht. Was dit iets wat je verwachtte of wat jij al wilde? Ja, ik zei ook zelf van geef me een jaar, 3-4 partijen en dan laat ik het zien. En ik vind het ook vet, ik heb al mijn tegenstanders zelf uitgekozen. Behalve natuurlijk de eerste, die had Glory uitgekozen en ik vroeg om Robin Siric. En daarna natuurlijk tegen Jay, omdat ik daar graag tegen wou. En ik heb het allebei gewonnen. En ja, nu is de volgende natuurlijk Andy.